Die stalen roet moest vervangen worden naar een houten roet, hè? Ja, dat ging ook om weer kosten te besparen. Ze dachten, nou ja, zo'n houten roet, die hebben we vroeger ook al gebruikt. En omdat de molen ook niet altijd in gebruik was, dan denk ik, nou ja, dat moet dan wel kunnen. Maar het is toch wel tegengevallen hoor. Maar dat die toen aangevoerd werd, dat ging over het water. En toen kwamen ze met de sluis in Overtoom. En toen zagen ze tot een schrik dat die er niet door kon, want dat was te lang. Toen zegt Klaas Jongejans, die had dat klusje aangenomen. Nou, dan zagen we er een eind af. En zetten we naderhand er weer aan. En zo is het gebeurd. Dus verder hebben we dat geen nadelige gevolgen gehad voor die route hoor. Want dat onderen, dat bleef heel wel goed. Maar heb ik met allerlei bouten en klemmen heb je dat zo voor elkaar gekregen. Hoeveel hebben ze eraf moeten halen? He? Hoeveel hebben ze eraf moeten halen, die Klees? Nou, ik denk wel een anderhalve meter hoor. Ja, ja, ja. Zoiets. Misschien wel twee. Maar in ieder geval, ja. We wisten het laatst niet beter, hè. Nee, en toen is die roet, nadat die dus gestreken is, omdat die werd zo slecht, hebben ze aan de kant, aan de oostkant van de molenworf, hebben ze die neergelegen, hè. Dus je zag zo'n end boven de grond uit. Ja. En als ik dan moest ik het veldje maaien daar ook. En ik vond voor zo, dat is ook lastig, zo'n roet, daar kan je nooit zo precies langskomen, nee. Hij wil. En in de loop van de jaren die roet helemaal verteerd, als het ware. Ja, 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 daar ging er gewoon overheen. Ik denk nog, hier heb je roet gelegen. Dus die ligt er in principe nog, ja. Maar helemaal verrot. Ja, ja, helemaal verrot, ja. Die ligt er eigenlijk nog, ja. Ja. Mooi, hè? Ja, leuk hoor. Ja, Prinshof was dat natuurlijk. Ja, ja. 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 Ja, dat was dus een van de dingen die ik ook meegemaakt ja. heb. En, ja, want u bent 35 jaar molenaar geweest op het Prinshof. 35 jaar, ja. Ja, ja. Ja. Ja, en daarvoor waren de gebroeders De Vries. Ja, hoe heten ze alle twee? En is er nog een tijdje geweest dat Lassie hebben we overgenomen. Ja, ja. En toen kwam er een mannetje van Lassie, die heb dan de boel dan zogenaamd bewaard. Maar ja, ja, ja. Het was niet allemaal even eerlijk ging het, want we hebben toen alle dingen, er zat zo'n klein lantaarntje. Hij van de molen naar de schuur ging en ja, zette ja. De Vries dan, omdat hij dus met dat houtmeel moest hij naar de schuur om dat daar neer te zetten. Ja. Als het in de winterdag is, dat het gauw donker. Ja. En dat lampje stond er altijd om een beetje verlichting nog te hebben. Ja. En dat ik toen... verdwenen. Deze verdwenen, ja. 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 En ik denk wel meer dingen hoor, maar... Maar goed. En die twee mannen, gebroeders De Vries, hoe heette die? Nou, de oudste was Gerrit Pieter, G.P. De Vries, en ja. De jongste, die was, scheelde 11 jaar met elkaar. Ja, ja. En dat was Cornelis, maar die werd altijd Kreel genoemd. Dat was dus Gerrit en Kreel De Vries. En Kreel was van 1893, dus dan moet Gerrit van 1882 geweest zijn. Ja. En dan had ik een vraag nu, ze... Maalde, ze pelden geen gort, nee. Maar ze verwerkte zaagsel voor zaagsel, de lum. Tot de houtmeel. Wat nou de... Ja, maar daarvoor hebben ze ook nog andere dingen gedaan hoor. Want, mijn vraag eigenlijk, hoe die stenen, want je kunt met pelstenen kun je geen zaagsel malen. Nee. Dus die hebben in de Prinshof dus andere stenen gelegen. Ja. Wat waren dat voor stenen? Nou, die pijlstenen hadden ze daar al uitgehaald natuurlijk, want dat ze toen overnamen, dat was dan van, ik geloof, ja, dat de twee broers Dekker waren, die dus onin met elkaar hadden. Ja. En dat ze daar ook die molen te koop hebben gezet. Ja. En toen is De Vries eerst op de Oude Zwan uit geweest, en omdat die mooier aan het water lag, hè. Ja. En, maar de molen zelf was niet zo in goede staat. En toen hoorden ze dat die dat Prinshof dus te koop stond. En toen moesten ze daar naartoe gaan. En ja, die was dus veel beter in toestand. En toen hebben ze dat maar voor lief genomen. Dat die dus niet zo makkelijk bereikbaar was. Hè. Want ja, als je dus vervoer hebt, dan moet het altijd over het water gaan. Als je grote partijen hebt. Maar dan moet je altijd door de Weersloot. Ja. En ze hadden dus connectie op de duur met de Lum. De linoleumfabriek dus. Ja, wat nou Vorbo is. Ja,
En dat was Fabriek Zuid. Ja. Dus je kon aan deze kant van de spoorlijn blijven. Dat was wel een geluk. Maar je moest altijd schutten hier in de sluizen. Precies, dat kun je ook in de film zien. Ja, precies. Van de gebroeders De Vries. Ja. En dan zag De Vries altijd natuurlijk een makkelijke dag uit. Dat het een beetje zeuwenwind was, of zuidwest. Dat ze zeilend naar de naar Kromenie konden besparen brandstof heb ik ook natuurlijk. Dat hebben we ook wel meegemaakt hoor. Dat bespaarde brandstof. Ja, hadden geen aandacht aan mogen te doen. En ze hadden natuurlijk in het Prinshof hadden ze alleen maar een harp, een soort zeef. Ja. En in die molen verderop, aan het kanaal, daar konden ze, die hadden een bul. En die konden dat zaagsel zeven. Ja, want dat konden ze zelf in het Prinshof niet doen. Je bedoelt de Oranjewoon. Ja, precies. Ja. En die maalden ook met één roet, hè? Ja. Ja. En die zeefde voor hun... Ja, nou, lang niet altijd, hoor. Nee, maar hij deed het wel, hè? Kijk, hij kreeg dan zaagsel aan van een bepaalde zaagselhandelaar. En dat wordt dan gebuild in de Oranjewoon. Ja. En dan wordt het helemaal schoon, zou ik maar. Ja, dan gingen de brokken eruit, de spijkers en... Ja, want wat van de zagerij afkwam, dat werd dan niet zo precies behandeld. Nee, precies. En er zaten er wel een kwast in, of spijkers. Ja. Ja, en dat vind ik hartstikke gevaarlijk, want als een spijker een vonkje veroorzaakt... Ja, dan je brand. Heb je natuurlijk gauw kans dat er een ontploffing komt. Ja. En dat zal niet voor het eerst geweest zijn. Nee. Want die Oranjeboom die had dus maar één roet. Hoe lang heeft hij gedraaid met één roet? Nou, ik weet er niet anders van. En tot aan de oorlog, en toen is hij gesloopt in 1941, denk ik. Ja. Maar al die tijd met één roet gedraaid. Altijd één roet. Aan het kanaal. En wat was het origineel voor een molen? Een verfmolen. Een verfmolen. Ja, een mooie molen, hoor. En die stenen voor het Prinsenhof, die werden bewerkt door de gebroeders De Vries zelf? Ja. Kijk, je hebt natuurlijk maaltenen die geschikt zijn om tarf te malen. Ja. En dat, ze hebben ook wel, laat ik maar zeggen, wat andere dingen dan. Vroeger hadden ze zo'n prakkerij, noemen ze dat, hè. Ja. Werden allerlei dingen verwerkt voor diervoeders. Ja. Wat je... En dan ging naar een fouragehandelaar en die verkoopt dat er wat doppen werden dan gemalen of wat andere, wat toch nog voeding in zat. En dat werd dan afgenomen door zo'n fouragehandelaar. Ja. Maar dan hadden ze andere stenen, andere scherpsel voor nodig dan voor dat zaagsel. Ja. En dat wou ik net zeggen, de Gerrit Verhaal, dat was een vakman, eerste klas, die kon precies zo'n scherpsel erop zetten, wat geschikt was voor het zaagsel te malen. En hoe deden ze dat? Met een bilhamer natuurlijk. Met een bilhamer? Ja, en dan ben ik ook vaak, en dan zat Gerrit zo'n hele dag, dat hij maar... En hadden ze daar een maskertje voor? Nee, helemaal niet, want hij heeft een tijdje, 4 jaar nog, bij de Lum heb je dat ook nog gedaan. Want die maalde, hoe deed ze dat met stoommachines bij de Lum? Dat weet ik niet. Maar want hadden ze ook stenen, want ze maalden zelf ook. Er kwamen dus ruwe stenen kwamen eraan uit Frankrijk of Duitsland, waar ze vandaan kwamen. En dan hadden ze gevraagd of De Vries bij hun wel wilde komen werken om die stenen dus... geschikt te maken voor het werk waar ze bestemd voor waren. Ja, om te malen. En dat hebben ze toen een jaar of 5 gedaan, denk ik. Ja, toen zei mijn vader op een gegeven moment... jongens, ik heb liever dat jullie weer terugkomen. Want die molen die staat altijd maar stil. En dat vind ik niet zo'n leuk gezicht. Nee, precies. Ze woonden toen op het Wijver, hè? Ja. Het was het eerste steenhuis wat op het Wijver gebouwd werd. Zo, ja. En dat was voor de gebroeders De Vries? Voor de gebroeders De Vries, ja. En uit dat huis vandaan konden ze dus de molen zien. Mooi bekijken. En daarom zei mijn vader, die nam er aanstoot aan, want ik heb liever dat die draait. Ja, precies. Toen is ze weer teruggekomen. Ja. Want ze moest ook prikken bij de Lum. Dat deden ze niet, hoor. Een tijdklok hadden ze dus aan, hè? Ja. En dan moet je prikken. Ja, maar dat deden ze niet. Nee, hoor. Ze zeggen, we zijn hier altijd op tijd en we gaan op tijd weg. Ja. Maar we prikken ook, dan ben we meteen weg. Dan komen we niet meer. Mooi, hè? Dan hoefden ze het niet meer. Ja, hadden ze een dispensatie voor. Hadden ze een dispensatie voor, mooi. Ja, want hoe lang is dat wel niet terug, hè? Ja, in het begin van de 20 jaren, hè. Kun je nagaan, hè? Ja, zoiets zal het wel geweest zijn.
Want dat u die film maakte? Dat was in 1938. Ja, want die heb je samen met Jan Valk dan gemaakt. Ja. En dat was eigenlijk de laatste jaren dat ze het gedaan hebben, denk ik, op het Prinshof. Ja, want toen is hij dus op de duur, heeft hij overgenomen door Lassie, die hebben toen gekocht. Ja. Ik geloof voor 5000 gulden. En toen was Kreel nog wel in goede staat om het alleen te doen. Ze waren altijd zo gewend om met z'n tweeën op de te zijn. Dat Gerrit wegviel, die is toen overleden. Toen wou Kreel er ook niet meer heen. Nee, kan ik begrijpen. Nee, om te werken dus. En kijk, ik heb er altijd in mijn eentje gezeten. En, maar ik was het wel gewend. Ja, precies. En hij was natuurlijk alweer veel ouder dan ik. Ja, precies. Toen, want ik bewonder dat ik, hoe oud was ik toen? Even kijken, over 35 jaar en van de 80. Ik was 45 dat ik er kwam. Ja. En tot mijn 80ste heb ik het dan gedaan. Zo. Ja. Maar ja, goed, iedereen doet het naar zijn eigen inzicht natuurlijk. Hè. Ja. Ja. En wat heeft Lassie gedaan, heeft die gepeld erin? Lassie is gaan pellen? Nou, dat was wel de opzet, ja. Ja. Maar daar is eigenlijk nooit zoveel van terechtgekomen, want ze hadden dus geen molenaar. Nee, nee. Ze hadden wel mensen die dus het pellen goed beheersten in de fabriek. Maar ja, toen moesten ze dus met de molen, en de molen moet draaien. En dan vroegen ze wel eens aan mij of ik er heen wou. Maar ja, ik werkte bij Wessane, dus kijk, als Wessane het nou gezegd had, dan had dat makkelijker geweest. Maar als een concurrent het zegt, dan zei ze, hoor, ook niet van. Nee, want de molen is zeg maar ruim 50 jaar terug verkocht weer dan aan de Vereniging van de Zaanse Molen. Ja. En dat is voor 6.000 gulden gebeurd. Want Lassie heeft hem gekocht voor 5.000. Ja. En ze hebben hem verkocht voor 6 aan de Zaanse Molen. Oh. Ja, want die hebben 50 jaar terug 6.000 voor betaald. Nog aan gewonnen. Ja, we zijn nog aan gewonnen, ja. Ja. Maar je mag eigenlijk de Vries wel dankbaar zijn dat ze hem altijd zo goed hebben onderhouden. Ja, precies. He, want bijvoorbeeld met Rietdekken, dat deed ze ook altijd zelf. Alles zelf? Ja. En dan Gerrit deed altijd de buitenkant, die stak dan het riet zo. En dan kwam het dus aan de binnenkant. En dan stak je er een pen door en dan kreeg hij die pen dus om het, om het houtwerk weer bevestigen. Want dat die voor het eerst helemaal officieel gedekt moest worden, toen heb je zo ontzettend werk gehad, want alles zat met ijzerdraad vast. Om te voorkomen dat het losraakt. Meestal door een rietdekker gedaan. Ja, allemaal rietdekkers die het doen. Maar zij moesten alles zelf doen. Ja. Ik weet er één keer van, toen heb de Vries, dat was ook een molenmaker, met Starreveld als knecht, die hebben een las aan de middelbal gezet. Oh. Dat was in, denk ik, 1934 of zo. Zo. Ja. En dat was eigenlijk de grootste klus die ik toen meegemaakt heb, dat de Vries daar was. Want een roet of zo hebben ze nooit nodig gehad. En je had stelling dat voor de, dat vertimmerden ze zelf. Ja. En de teer ook altijd. Ja. Ja. Nou, dan gaan we daarna maar even kijken naar dat filmpje van de jongens van de Vries. Dat lijkt me wel leuk. He? Ja, zeker. Ja. Zo. Bedankt, meneer Klees, voor het verhaal wat u verteld heeft. Ja. Geweldig. Ja. De commentaar even op de film. Ja. Zal ik eerst die pootocht doen? Ja. Dan wil je eerst de pootocht gaan doen. Dat is goed hoor. Kijk, deze. Ja, dat is het van Wessane, hè? Ik buurde dat achter dat huis, daar was het schuithuis waar ik nou naartoe ga. En daar lag de Oceaan Riool van Jan. En hoe oud was je toen? Ik was 18. Van 1938. Dan gaan we eerst een film kijken. Dat is het Prinshof. Ja. Ja, dus dat is ook heel sloot. Ik kon groeien naar de molen, want er moest al wat van in beeld gezet worden. En u werkte er toen al?
Nee, ik heb er nooit gewerkt. Nee, nee. Waren, nee. U ging alleen langs? Ja, om de Vries te assisteren. Kijk, daar leer je het eigenlijk, het vak, hè? Mm-hmm. Ja. Maar wat je de tijd deed, is gewoon, ze bedienden de molen ook verder. En, ja, ik mocht dan op de duur wel vangen en de zeil inhalen, maar dat was niet zeg maar noodzakelijk. Ze konden bed. Dit is Gerrit die roeit. Die komt die ook aan. De oudste, en dit is Kreel. Dat was de jongste. Ik geloof dat ik het op een film van de Radio TV Noord-Holland wat ik andersom gezegd heb. Oh, niet de. Even in de steek. Ja, die liet me in de steek. Hier hebben we het. Kreel. En dit is Gerrit. Ik zeg dat nou goed hoor. Dit de oudste. Het scheelde 11 jaar met elkaar. 11 jaar? Ja. En Kreel was van 1893 en Gerrit is van 1882. Dus ik weet nagaan hoe oud ze toen waren. 1938, 1882, 1836, 1856, Gerrit. Die komt er nou aan? Ja, dat ben ik ook. Dat hij dan ook in scène gezet met dat over drank naar de molen halen. Ja, in een grote kruik. Het had ook water kunnen zijn. Ja, precies. Dat zal, er zal wel niks in gezeten hebben. Er ligt een roede ook, hè? Een houten roede lag er ook. Ja, zoals je toen denkt, uitgehaald. Hier ben we een schuit aan het laden. Het houtmeel. En dat was dan bestemd voor de lum. De linoleumfabriek. Gerrit die laden hem altijd en Kreel die haalde de zak uit de schuur. Iedere maand 100 zak. 5 ton. We hadden zelf een flat voor gekocht. En nou, die lag dan de hele tijd. Voor de molen. Ik heb het al meegemaakt dat we zeilend erheen gingen. Dit nou had hij een aanhangmotor. De toeter voor de Weelbrug. Er komt Dirk Mes, denk ik, in beeld. De brug te openen voor ons. Ja hoor. Ja. Idee welk jaar dat was ongeveer? Dit was ook 38, hè? Ook in 1938. Ja, ja. Je ziet dat het een beetje mistig is, hè? Ja, dat lijkt me zo, ja. Nou, hier komen we in de sleus. De Weelsleus noemen we hem al. Wat doet die vrouw? De oude vrouw van der Veen. Die haalt dan de klinket open. En ze bediende ook de sleus, maar ik geloof dat Gerrit er ook wel geholpen heeft, hoor, met het openen van de brug en zo. Dat was een oud vrouwtje. Nou, heeft Jan een heel stuk overgeslagen. Dat is wel jammer. Die toch niet de molen Oranjeboom op onze heentocht. Hier komen we dus aan bij de richting Kromenie. En om dus de zakken te laten lossen. Watertoren? Ja. Gerrit, pijpje rokend. Ja, Kreel die bediende dan de aanhangmotor. Dit is dan de oranje. Met één roet had hij. Had hij één roet? Ja. En waar was die molen voor bedoeld? Oorspronkelijk? Een verfmolen. Een verfmolen? Ja, er zat een hoop werk in hoor. Een mooie interieur had hij. Ja, dus, maar ze moesten toen nog een nieuwe roede erin steken. Ja, daar had die man geen geld voor. En daar was nog helemaal geen belangstelling voor. Als hij een roede had, nou, dan maar een roede. En als hij die ook slecht had geworden, dan had hij zonder roede gestaan. En die man die verdiende veel te kort om zeg maar, een molenmaker te laten komen. Dus ja, dat bleef zo. Dit was ook een bebouwing van het. Ja, ik kom van Hoorn, dat was dus ook een houthandeltje. Vroeger ook een molentje opgestaan. En hier komen we alweer bij de Weelbrug. Met dezelfde
attributen, de molen, een pak wc-man. Hier worden de lege zakken uit de flat gehaald. Die werden dan door Gerrit altijd weer nagekeken of er gaten in zaten en dat gebeurde vaak. En dan zat hij de hele tijd in de molen, was hij die zakken aan het herstellen. Had iedereen zijn taken. Hij was ook altijd een man die de zeilen nakeek. En Kreel die had meer bezigheden met de visvangst. Ja, met feuken ergens staan, daar waar je met die olie op afging. En dat was ook altijd wel leuk. Daar gaat de Pinta. Ja. Vastgelegd, de ketting. Nou, dit is weer op een andere dag. Hier worden de zuilen voorgelegen, want op de dag dat wij naar Kromelier gingen, dan wordt het wind stil, want dat zochten ze zelf allemaal goed uit. Dat ze weinig verlies hadden om de molen niet te kunnen laten draaien. Dit is Kreel weer. Het was altijd zo, degene die dus de vang ophaalde, die gaf zijn broer de gelegenheid om de zeilen voor te doen. Die klom dan in de roet en dan de andere keer was het net andersom. Het staat altijd een vast patroon, met werk ook. Kreel wat kreur had indrukt. Heeft u ook ingelopen? Ja, vaak genoeg. Ja. Ja, ik was vaak alleen ook hoor op de molen. Ja, dan moest je natuurlijk wel. Hè. Een scheut voorbij. Ja, een scheut met vullers. Het was, kwam uit Velzen vandaan. De moeder van Zutphen die beheerde dat. Daar was de Vries ook niet erg blij mee, want die vullers had tot gevolg dat er een hoop meeuwen en kraaien erop afkwamen. En die trokken dan later naar de molen en dan hadden ze vaak gewoon om wat riet uit de kap te trekken. Daar waren ze natuurlijk niet erg blij mee. Nee. En waar werd dat vuilnis dan gestort? Op een land van Jaap Schellinger, aan de Watering. Dat was een land we noemen het Apeland, want dat was helemaal in de diepte. Nou, daar hebben ze het natuurlijk wel kunnen storten. Daar hebben we Kreel weer in beeld. Want Kreel die zorgt ook altijd voor de koffie, hè. Water hadden we van de regenwaterbak. En melk van de geit. Die geit die liep dan in het land van Schellingen. En als tegenprestatie was Kreel dan de petmolen bedienen. Nou, dan werd die afgelost door Gerrit. Want ze zaten nooit met z'n tweeën in de hut hoor. De een bleef in de molen en de ander ging de hut in. Gaat die afwassen? Dan gaat hij de kopje afwassen. Ja, nou doet hij het met een doekje. Maar normaal deed hij altijd met een bosje gras. Dan trok hij het zo uit de grond vandaan. En dan maakte hij daarmee de kopjes schoon. Ja, dat maakt de kuiten. Tegenwoordig zijn de mensen veel preciezer. Ja. En van dit water zit er zo koffie? Ja. Gewoon regenwater? Ja, natuurlijk. Dat kon, dat was dan schoon water hoor. En hij nam zelf ook altijd een slok. Kijk maar, dan heb je een doekje ervoor. Ja, om nou te zeggen dat ze erg oud zijn geworden. Allerwezen een beetje 77. Dus, kijk maar, je drinkt hier. Kijk
Dat vond ik wel een regenwater. Dat was ook weer gebeurd. Joh, die lag ook weer in een schuithuis. Oh, dat had alles goed voor elkaar hoor. En een mooie tuin er ook altijd bij. Met groente? Met groente, ja. Veelal, ja, voorjaar dompetten en peulen. Andijvie later en de boerenkool natuurlijk. Ja. Ik heb daar een hoop van opgestoken, want ik moest hier ook je tuin erbij houden. En dan vroeg ik altijd aan de Ries, wanneer moet dat zaad erin en wanneer kan dat, wanneer moet dat gebeuren? Nou ja, dat had ik hier thuis kon ik dat ook in de praktijk brengen natuurlijk. Ja. Jammer dat je dus al die verhalen die je dus toen aangehoord hebt, dat je die niet vast hebt kunnen leggen, hè? Want dat was er toen al niet. Ik zat soms uren bij de Vries op schuurzolder, zat hij de stijlen te herstellen. Ja, komt geen idee. Dan ga ik het inhalen. Lang hebben we losgemaakt. Ja, dat was niet grappig hoor. De hele wilde wedstrijd met de schoolmeester. Maar ja, de tuin was dan alleen en wij waren met z'n tweeën natuurlijk. Dus we vonden het altijd. Maar ja, deze. De schoolmeester was in de ogen van de Vries maar een klein molentje, want die had 72 voeten en de Prinshof 82. En veel breder zeil toen ook al hoor. En, dat was met de schoolmeester wat anders. Die keer ook nog goed zien, dat was een oude pelroet nog hoor. Deze keer. Dit beeld kon je net zien hoe een prachtige zee gaat erin. Mooi schoot. Deur dicht, en de molendeur dicht, dat is allemaal nog hetzelfde. Ja, opknappersgoed, zo gingen ze dan de weg weer over. Dan zeggen ze altijd, ze liepen altijd achter elkaar in het dorp, dat is niet zo hoor. In het dorp liepen ze naast elkaar, maar in het land kon dat niet, want dat pad was veel te smal. Dan liepen ze altijd achter elkaar. En altijd in dezelfde volgorde. Dat was ook logisch, want Gerrit die sloot de hut af waar ze zich verkleed hadden. Dus die had de sleutel en dan liep Kreel al even voorop. En op de heen was net andersom, dan moest het. Gerrit die had al de sleutel om de molen te openen in de hut. En dan liep hij voorop. Ik stond ook altijd op de uitkijk als ze zo naar huis liepen. Ik was een grote fan van de Vries. Ja. Nou. Waren aardige mensen? Heel aardig, heel aardig. Nooit ruzie. Nee, dat. Als je in zo'n omgeving opgroeit, als jongen zijn, dan neem je natuurlijk ongemerkt wat van over. Dit hebben we gehad. Ja, deze waren hartstikke mooi, hè? Ja. Maar goed dat u dat heeft, hè? Ja, hartstikke fijn. Die film. Ja.